En Giel de Vries, dat was schrikken gisteravond, hè? Dat was het zeker. Ik was bezig in huis, voorkamer opknappen. Na zoveel jaren moest dat dus een keer weer, alles verven, alles sausen. Ik loop even naar de garage om het te pakken. Mevrouw en dochter die zitten voetbal te kijken en ineens een enorme knal. Dus heel erg schrikken. Mevrouw die ziet een gast wegrennen en die rent uit die auto, laat de deur openstaan en die vlucht. Even laat de politie proberen te bellen. Maar die was al onderweg, die stopte hier met slippende banden. En die hadden die persoon gelukkig ook ingerekend. En de hele voorgevel kapot, de erker kapot gereden. Door het hekwerk heen gegaan en tot stilstand gekomen met de koplamp onder de vensterbank. Hard houdt het hekwerk, hè? Ja. Zeg, en wie draait nou op voor de schade? Dat zal die persoon toch zijn. Ja, de auto was gelukkig verzekerd, zo te zien, tenminste ik heb net even gecheckt, zo te zien niet gestolen. Dus ik neem aan dat het allemaal goed komt.